te denken van, kan ik misschien een strijd aangaan met Dennis om, ja, om een gram te halen? Dat lijkt me een heel goed idee, maar ga je dan ook trainen? Nou, ik dacht eerst een debat, maar ja, dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk voor Dennis. Dus nee, ik dacht, nou, laten we anders misschien moeten we gaan boksen. Want ik begrijp dat je Charlie Luske hebt ontdoken en ik snap dat heel goed. Ik zou het ook hebben gedaan, want die is zeer gespierd. Dus Dennis, als je ervoor open staat. Weet je, je was zo stoer met al je beledigingen. Laten we kijken wat je doet in de ring. En laten we gewoon de strijd aangaan. Welkom allemaal bij de 9e podcast van Boven het Maaiveld. Ik ben Wiebren van Haga. Ik ben Jenas Ramatarsing. En we hebben eigenlijk heel goed resultaat gehaald. Hè? Vorige keer 25.000 kijkers. Nou, ik vind het onvoorstelbaar. Het is nou ja, 4 keer zoveel als BVNL leden heeft. Maar allereerst natuurlijk, Jarnas, heb je goed geslapen? Ja, geweldig. Ja? Heerlijk. Want ik heb droomsap meegenomen. Ja, je blijft er maar over doorgaan. Ja. Ja. Kijk, niet iedereen heeft zeg maar de mogelijkheid om overal waar hij even niks doet in slaap te vallen zoals jij. Maar ik dacht toch, hè, want we hebben 25.000 kijkers, we hebben 28.000 abonnees. Als er nou iemand de 30.000ste abonnee wordt, of de, wat zullen we doen? De 7.000ste lid van BVNL, want daar zitten we ook bijna aan. 7.000ste lid van BVNL krijgt een fles droomsap en je slaapt er echt fantastisch op. Dus ik ga nog steeds droomsap bellen, want dat zou ik moeten sponsoren. Maar inmiddels wel, ja. Inmiddels wel, ja. We hebben ook bijna ons BVNL-jubileum. Op 7 augustus hebben we zeg maar de naam Belang van Nederland gedeponeerd, geloof ik. Dus daar moeten we ook iets leuks mee doen. Er zijn natuurlijk meerdere data, hè, want op 13 mei 2021 hebben we ons afgesplitst. Op 11 juni zijn we ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Maar op 7 augustus, dat is ook een bijzondere dag. Verder zijn we heel hard bezig. Ah, we hebben nog op 5 augustus een barbecue. Dan kan je toch dat gewoon een beetje koppelen aan die 7 augustus. Dat ben ik nog helemaal vergeten, ja. 5 augustus hebben we een barbecue. Nu staat de inschrijfmogelijkheid nog open. Dus ga er naartoe. Het is in Den Haag. Het wordt ontzettend leuk. Er zijn echt leuke sprekers. Shore Verstali gaat spreken. Twan Manders. Richard de Mos. Ja. Wordt hij trouwens nog wethouder? Wat denk je zelf? Nou, Den Haag heeft natuurlijk wel een. Ja, ik reed elke dag naar Den Haag. Wat een puinhoop is het in Den Haag sinds Richard daar weg is. Weet je niet? Al die straten zijn opgebroken. Je kan nergens meer naartoe. Ik kom er niet zo vaak, eerlijk gezegd. Dus ik kom alleen naar het Kamergebouw als ik er ben. Dus verder niks tegen Den Haag, hoor. Maar ik heb niet zo'n goed overzicht. Maar Den Haag verdient wel een Richard de Mos. Zeker. Zeker nu die helemaal is vrijgesproken en dat OM een spelletje blijkt te hebben gespeeld. Dramatische toestand eigenlijk. Maar goed, verder zijn we bezig natuurlijk met het verkiezingsprogramma. We zijn bezig met de kieslijst. Althans, dat doet Hans Smolders, hè, onze oud-gediende. Nou ja, nu we het over de kieslijst hebben. Je bent alweer genoemd door de mannen van Roddelpraat. Ja, wie zijn dat? Jan Roos. En Dennis Schouten. En die heeft ook wat over mij gezegd. Dus wil je even gaan kijken? Ja, is goed. Oké, ja, doe maar. Draai maar af. Wie is die man naast hem? Dat is Jernas. Die ken jij? Ja, tuurlijk. Ja, waar ken je die man vandaan? Jernas is altijd wel politiek actief geweest aan de liberale rechterkant van Nederland. Die man heeft alles om niet in beeld te komen. En dan bedoel ik dat niet omdat het een donkere man is, maar het ontbreekt hem volledig aan uitstraling. Maar goed, dat ben ik. Kijk, dat zeg jij zo en dat vloep je er zo uit. Waarschijnlijk heeft het er alles mee te maken dat die people of color is. Nou, ik zeg juist dat het er niets mee heeft te maken. Jij bent een racist. Ja, en dat vind ik vervelend. Kijk, al had je nou over die dikke kop, dan begrijp ik het nog wel een beetje. Of die verschrikkelijke trui. Laten we wel zijn, Dennis, je hebt een punt als het gaat over die trui. Wat is dat voor trui? Ja, ik keek meer naar die kop. Oh. En de manier van hoe die praat. Maar Jernas is een slimme man en die kan een mooi stukje schrijven, hoor. Ja, ik heb allemaal. Zou ik het daarbij houden als ik hem was? Ja, dat zou ik ook doen als ik hem was. Ja, nou ja, waar is dit hier? Ja, maar ja, goed, hij probeert ook zijn brood te verdienen. Hij probeert Wiebren op de kaart te zetten. Ja. Tja.
Ja, ik vind het nogal wat dat Dennis... Maar je wordt ook behoorlijk in de zek genomen. Of mij afgeeft. Ja, kijk, ik heb wel geluisterd. Want kijk, ik heb me geschoren. Ik heb een nettere trui aangetrokken. Oh, je hebt geen baard meer. Dat nee, is... dus ik denk van... Ik voelde me toch wel aangesproken door Dennis. En ja, maar ik voel me wel aangetast in mijn eer. Nou, kijk, je wordt genoemd. Kijk, en dat is waar. Hij zegt ook dat je een slimme gast bent. Ja, dat zei Jan. Dat zei Dennis niet, maar oké. Okay. Het is van Jan iets meer waar dan van Dennis, dus... Oké, okay, Jan was positief over Jan. Redelijk. En terecht. Ja. Maar ja, Dennis, ik bedoel... Ik vind het wel hard dat je zo over me praat. En kijk, ik heb gedacht van... Kunnen we misschien ergens met elkaar strijden of zo? Maar ja, ik bedoel... Kooigevecht. Ik vind... Kijk, niet iedereen kan eruit zien als de David Beckham van Nederland. Zoals ja, Dennis Schouten. Dennis Schouten ziet er ook niet uit. Nou ja, dat vindt hij zelf wel. En ik vind, kijk, als mensen die een beetje intellectueel uitgedaagd zijn... zoals Dennis op YouTube mogen komen... dan mag ook iemand die niet eruit ziet als David Beckham van Nederland... op YouTube komen. Alleen, ik zat dus te denken van... kan ik misschien een strijd aangaan met Dennis om, ja, om een gram te halen? Dat lijkt me een heel goed idee. Maar ga je dan ook trainen? Nou, ik dacht eerst een debat. Maar ja, dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk voor Dennis. Dus... Ik dacht, laten we anders misschien... misschien moeten we gaan boksen. Want ik begrijp dat je Charlie Luske hebt ontdoken. En ik snap dat heel goed. Ik zou het ook hebben gedaan, want die is zeer gespierd. Dus Dennis, als je ervoor open staat... Weet je, je was zo stoer met al je beledigingen. Laten we kijken wat je doet in de ring. En laten we gewoon de strijd aangaan. Maar vind je dat niet een beetje oneerlijk? Want die Dennis, ik heb het nu gezien... maar die is niet heel erg breed of gespierd of afgetraind. Nou ja, oké. Okay, we moeten de gewichtsklasse nog wel even regelen. Dat moet allemaal eerlijk gaan. Ik denk dat Dennis schat ik in op zo'n 50 kilo. En ik schat jou in op zo'n 90 kilo, denk ik. Nou ja. Jij zal wat moeten afvallen. Dat is wel een redelijk goede inschat eigenlijk. Maar heb je de Animal Flow al gedaan? Ik heb nog niet de Animal Flow gedaan, maar als ik moet trainen voor de wedstrijd met Dennis Roos, dan haal ik alles uit de kast. Dus dan gaat het okay. Animal Flow worden, kickbox training. Dennis, laat me weten wat je doet. En niet ontduiken zoals bij Charlie. Hey, en Jernas, heb je er wel tijd voor? Want je bent ook aan het solliciteren, toch? Klopt, zwaar man. Ja? Zeker met mijn politieke verleden, joh. Ja. Dat valt niet mee. Nee, word je gecanceld? Nou ja, ik heb wel het idee dat sommige mensen mijn naam even hebben gegoogeld. Oh, ja. Laat me het alleen daarop houden. Nou ja, als je echt geen baan kan krijgen... dan kunnen we natuurlijk altijd bij BVNL wat voor... Ja, dan ga ik drones afverkopen, ja. Maar, laten we het even hebben over Frans Timmermans. Alweer? Ja, ja. Ik word zo moe van die klimaatpauze. Echt, het is echt een doorgewinterde socialist die alles bij elkaar liegt. Het land waarschijnlijk in de vernieling gaat storten. Nou, ik zag vandaag ik zag een uitspraak van hem... dat die zeggen gelijke spreiding van kennis, macht en inkomen. Dat is dus die leus van Joop den Uyl. Okay. Uit 1972, toen er een links kabinet kwam, dat alles zou veranderen. Dus hij haalt weer, dan gaat hij een beetje retro. Hij gaat een beetje terug naar de jaren 70, naar het oude linkse. Op zich wel een slimme move als je een beetje het PvdA ook tevreden wil stellen. Waarvan natuurlijk sommigen een beetje boos zijn over de fusie. Kijk, de arbeiders worden natuurlijk totaal vergeten. De GroenLinks is natuurlijk met een soort communistisch, idealistisch ding bezig met die religieuze klimaatobsessie. Maar de echte hardwerkende arbeider, die heeft geen plaats meer. Dus ik denk dat hij daaraan probeerde te appelleren daarmee. Maar kijk, is hij nou echt een socialist, een marxist? Kijk, het verschil is dat... Wat is een socialist? Nou, laten we eerst beginnen met communisme. Dat is het uiterste. Dus uiteindelijke staat van communisme is dat eigenlijk de staat niet meer bestaat... omdat alles in gemeenschappelijke goederen is opgenomen. Nu kan je zeggen, dat is nog nooit voorgekomen. Klopt. Dus theoretisch gezien of technisch gezien hebben ze gelijk... als linkse mensen zeggen, echt communisme heeft nooit bestaan. Okay. Het stadium voor communisme, dat noemen we socialisme. En dan heb je dus gemeenschappelijke eigendom van goederen. En dat is wat in veruit de meeste landen is misgegaan. Dus of het nou gaat om Chili of Cuba, dat is bijna altijd socialisme. Nu heb je wel een variant tussen de Chinese en de Russische variant... maar het komt op hetzelfde neer. Dat is socialisme, het voorportaal van communisme... wat dus nooit wordt bereikt. Zelfs Timmermans is geen socialist. Timmermans pleit niet voor gemeenschappelijk eigendom van goederen... maar hij pleit wel voor enorme ingrepen van de overheid... in onze economische en persoonlijke vrijheid... omwille van... bepaalde gemeenschappelijke doelen
te bereiken. Oké, maar World Economic Forum bijvoorbeeld, die pleit er wel voor gemeenschappelijk bezit, afschaffing van eigendom, you will own nothing, you will be happy, build back better na de pandemie. Dat is waar, alleen bij hun is het meer een pragmatisme dat hun informeert dan een ideologische wens. Dus de mensen van de World Economic Forum, die denken bijvoorbeeld dat deelauto's beter zijn dan iedereen die een eigen auto bezit. Want met deelauto's heb je bijvoorbeeld minder uitstoot en het is efficiënter. Ja. Kan je wat van vinden, maar hun oorsprong is niet per definitie om ons eigendomsrecht te ontnemen. Het zijn gewoon pragmatische denkers die geen principes hebben. Maar is het niet gewoon zo dat als jij niet voor jezelf kan werken en voor jezelf bezit kunt vergaren en voor jezelf iets kunt bereiken, dat dan iedere motivatie om iets te doen uiteindelijk weggaat? Ja, zeker. Nee, ik ben het helemaal eens met die lezing. Alleen, het gaat ook om de oorsprong van ideeën. Dus World Economic Forum kan dingen voorstellen die je als socialistisch kan zien, maar ze hoeven niet per se te zijn bedacht met dat doel. Maar ja, aan het eind van de dag, de mensen die worden getroffen, die hebben daar niet zo heel veel boodschap aan, wat het verschil was in de intentie. Maar ja, ik als politicoloog vind het natuurlijk wel interessant om te zien, ja, wat zijn de verschillende oorsprongen. Maar aan het eind van de dag komt alles neer op overheden meer macht geven en meer macht en meer eigendomsrechten afnemen van individuele burgers. Daarom worden vaak al deze dingen op een hoop gegooid. Als socialisme, daar is het in principe niet zo erg. We hoeven niet allemaal technisch volledig correct te zijn in elke analyse. Maar ik denk dat Timmermans dus in de regio valt van enorme overheidsingrijpen. Absoluut, ja. Maar nog net niet op het niveau van gemeenschappelijke goederen. Ze hebben trouwens toch eens een keer een experiment gedaan met een klas, waarbij ze zeiden, nou ja, het maakt niet uit wie er hard werkt of wie er. Jullie krijgen allemaal hetzelfde cijfer, gewoon het gemiddelde. En uiteindelijk leidde dat ertoe dat de slechte mensen in de klas niks meer gingen doen en de mensen die normaal goed presteerden ook niks meer gingen doen en uiteindelijk is die hele klas blijven zitten. Ja, het is altijd zo'n fabel, hè, dat als de mensen die het hardst presteren worden gestraft, dat het dan geen effect zou hebben op de rest van de klas. Ja. Natuurlijk wel. Als jij ziet dat degene die het hardst heeft geleerd nauwelijks voordeel had of misschien zelfs nadeel behaalt en het feit dat hij de beste is, waarom zou jij dan als iemand die misschien niet zo slim is of niet zoveel werk erin wil stoppen, dan meer werk erin stoppen? Precies. Als er geen enkele reden is voor jou om dat te doen. En ik wil daar ook even refereren aan een video die ik heb gezien. Hele sterke video van Jacco von Hoff. Oh, ja. Ja. En die legt echt de vinger op de zere plek met wat het grote probleem is op de arbeidsmarkt in Nederland. Oké. Wij zijn het enige land in de wereld met een armoedeval. Dus wie heeft ooit bedacht dat voor groepen mensen werken betekent dat je er in geld op achteruit gaat? Dat is vraag 1. Vraag 2, hebben wij een deeltijdmalus? Op het moment dat iemand deeltijd werkt en besluit, ik wil voor mijn inkomen graag wat meer werken, het wordt duurder allemaal en dan is een logische reflex, ik ga een paar uur meer werken. Ja, als je dat doet en je gaat er niet op vooruit omdat al je toeslagen inkomensafhankelijk zijn, hè, en je dus in principe achteruit boert, of dat elke euro die je er extra bij krijgt, netto, misschien maar 3 euro dubbeltjes oplevert, dan heb je natuurlijk een systeem gebouwd dat zo pervers is dat je inderdaad 4,5 miljoen mensen hebt die deeltijd werken in Nederland, waarbij 31 uur werken de norm is. En ik weet dat er ook collega's zijn die zeggen, joh, 30 uur werken is meer dan genoeg. Maar ik vertel je, daarmee gaan wij dit land voorlopig in ieder geval niet redden. En als we zover zijn dat we het voldoende geautomatiseerd, gerobotiseerd en gedigitaliseerd hebben, oké. Okay. Maar tot die tijd zullen we toch allemaal een tandje bij moeten zetten. En het was ook gewoon zo dat als je er iets harder werkte, iets meer risico nam, gewoon af en toe de schouders eronder zetten, dat je daar dan ook beter van kon worden. Nou, we hebben het nu omgedraaid. Je wordt eigenlijk alleen maar beter als je minder doet. Nou, dat lijkt mij exact de verkeerde prikkel. Ja, dit is al een oud filmpje, maar Jacco heeft natuurlijk helemaal gelijk. En ja. Jacco von Hoff is natuurlijk zelf ook ondernemer, voorman van MKB Nederland. En ja, hij benoemt dit natuurlijk precies zoals het is. Wij zijn het enige land in de hele wereld met een armoedeval. Nou, je moet hier vast een keer over zijn begonnen in de Tweede Kamer. Maar zeker? Heb je ooit aan een linkse Tweede Kamerlid gevraagd, waarom steun jij dit? Zo concreet, heb je het ooit zo kunnen vragen aan iemand? Nee, maar het is het gevolg van een ideologisch gemotiveerde manier van doen. Hè. Ze hebben geprobeerd geld aan de armen te geven. Ja. Hè. Dus het is continu die zieligheidsindustrie, meer geld naar de armen. En vervolgens
blijkt het dat als je op de bank zit en Netflixen, dat je 300 euro meer overhoudt, netto, dan wanneer je postbode wordt. Maar, dat is natuurlijk absurd. Kijk, niemand wil dat ook. Ik neem links in Nederland niet serieus, of ik respecteer ze niet. Maar ik denk dat zelfs heel veel linkse mensen hier tegen zouden zijn. Omdat die vaak vanuit de arbeidersperspectieven naar kijken. En die zouden inderdaad zeggen van, hey, we leven eenmaal in kapitalisme. Dan vinden we het oké dat je meer krijgt als je harder werkt. Misschien dat wij dat nog puurder vinden dan hun. Maar in principe het algemene concept van harder werken, daardoor krijg je iets meer. Dat zou ook bij de arbeidersbeweging moeten aanslaan. Dus dit klinkt meer als een systeemfout. Dit was niet de intentie van toeslagen. Dit is het effect van toeslagen. Dus hier zouden links en rechts toch gewoon het eens kunnen zijn met elkaar. Maar links is niet overal hetzelfde. GroenLinks is iets totaal anders dan de SP. Een SP'er vindt ook dat mensen gewoon moeten werken. Iedereen moet werken. Dus ik en zou werken denken moet ook lonen. Dus als je gewoon hard werkt, en het maakt niet uit of je postbode bent of metselaar of advocaat of arts, je moet gewoon goed verdienen. En dat is raar in onze samenleving. Dat als je dus niets doet, dat je dan meer geld krijgt van de staat, van onze almachtige overheid, dan wanneer je wel wat gaat doen. En dat is belachelijk. Dat is inderdaad een systeemfout. En als wij met veel zetels in de Kamer komen, gaan we dat natuurlijk gewoon oplossen. Dit is ook heel makkelijk op te lossen. Ik ben tegen een toeslagenstelsel, maar je zou toch kunnen zeggen dat als de Belastingdienst in plaats van onderzoek naar al die mensen voor toeslagenaffaires iemand erop zouden zetten om mensen als het ware te helpen hiermee. Dat als je misschien inderdaad een nieuwe baan hebt, dat je dan de Belastingdienst zou kunnen bellen van hey, hoe zit het met mijn toeslagen? Ja, ik vind het ook heel bureaucratisch hoor. Het is ook niet mijn droomwereld, maar het is in ieder geval beter dan achter mensen aanzitten en vervolgens dit laten gebeuren. Dit liet me wel denken aan een artikel 5 dagen geleden op de Telegraaf. Een soort poll, of boetes in Nederland, dus denk aan verkeersboetes, of die inkomensafhankelijk moeten worden. Serieus? Ja. Ik weet nog dat dit een debat is dat jaren geleden een keer opkwam, toen heeft Annemarie van Gaal er tegen geageerd op tv. Het komt eens in de zoveel tijd terug, omdat er een aantal landen in Europa zijn, zoals Finland, Zweden, Duitsland, die dit doen. En het idee zou dan zijn, of dat het op een soort dagloon wordt berekend. Dus als jouw dagloon 1000 euro is per dag en die van mij is 100 per dag, dan zou mijn verkeersboete dan 50 euro zijn en die van jou 500 of iets in die richting. En geldt het ook strafrechtelijk? Dus als ik een brood steel, dan krijg ik een gevangenisstraf van 10 jaar. Terwijl als jij een brood steelt, dan krijg jij een taakstraf van 20 uur takken raam. Ik heb het nog niet voorgesteld gezien bij strafrecht. Tot nu toe gaat het vooral om dingen als verkeersboetes. En dan wordt het beredeneerd vanuit het idee dat degene die een fout maakt, het moet voelen. En dat op het moment dat je iets niet voelt, dan heeft als het ware de boete geen effect. Maar moet het niet gewoon op schade gebaseerd zijn? Kijk, ik zou zeggen, boetes hebben meerdere elementen. Net zoals een straf meerdere elementen. Hè. Een gedeelte is inderdaad gewoon dat je fout zat. Een gedeelte is een bepaalde schade die je hebt aangericht. Een gedeelte is misschien de bureaucratie die er dankzij jou moet ontstaan om jouw ene boete af te handelen. Dus ik denk dat er meerdere componenten zijn. Natuurlijk zal voor een multimiljonair het element van de boete niet zoveel ertoe doen, hoe hoog die is. Maar je kan natuurlijk wel op andere manieren gevaarlijk rijden ontmoedigen. Denk aan een puntensysteem. Ja, denk aan inderdaad, als jij elke maand 3 boetes hebt omdat jij 40 kilometer harder de snelweg gaat, dat ze dan zeggen, je mag een half jaar niet rijden of een jaar. Er zijn andere manieren die zich richten op gedrag, die veel efficiënter zijn om gevaarlijk rijgedrag te bestrijden. En dit is gewoon weer zo'n jaloeziebelasting. Ja, het is gewoon weer je gram halen over rijke mensen. Doen alsof zij het probleem zijn. Ik vind het een walgelijk concept. Ik vind, jij hebt iets gedaan, jij moet de schade vergoeden, dat is hoe het hoort. Het feit dat je rijk bent, maakt niet dat jij meer schade hebt veroorzaakt. En dat je arm bent, maakt niet dat je minder schade hebt veroorzaakt. Precies. Alsjeblieft. Laten we gewoon in een gezonde, barmhartig kapitalistische samenleving blijven zitten. Waarbij inderdaad, als je 130 reed waar je 100 reed, dan krijg je een boete en die moet voor iedereen hetzelfde zijn. En het is natuurlijk totaal absurd om ook zelfs de boetes als nivelleringsinstrument te gaan gebruiken. Klopt. En kijk, strafrecht was dan misschien gechargeerd, maar je weet het als ze hier hun zin krijgen, dat ze gaan kijken van hoe ver kunnen we het uitmeten. Je rekeningen inkomensafhankelijk. Ze willen alles inkomensafhankelijk maken. Daar ben ik heel huiverig voor. Niet omdat ik zoveel inkomen heb, maar omdat ik de gedachte erachter zo immoreel vind. Omdat het gewoon een excuus is
om ja, sociale rechtvaardigheid te creëren. Ja, je bent hier echt heel erg tegen. Ja, nee, ja. Ik weet nog dat het jaren geleden een keer opkwam. Toen vond ik het zo'n bizar concept. En elke zoveel jaren is er weer iemand die denkt, ik schrijf er een leuke column over. Ja. Gelukkig in Nederland is het nooit echt door de partijen geadopteerd. Misschien omdat het ook de Nederlandse nuchtere inborst, zeg maar, niet helemaal ermee akkoord kan gaan. Ik denk dat het voor ons net een stap te ver is. Maar Frans Timmermans, die zou er wel voor zijn, denk ik. Nou ja, ik denk dat die zelf wel ook veel zou moeten betalen. Maar ja, die zal er waarschijnlijk wel voor zijn. Maar hij deugt natuurlijk verschrikkelijk. Dus hij rijdt nooit een boete. Laten we anders even doorgaan naar de aankondiging die niet kwam. Ja. Pieter Omtzigt. Ja, we worden wel een beetje Pieter Omtzigt moe. Dagenlang werd ik helemaal gek gemaakt. Zaterdag zou er de eindsluiter komen. Hele vrijdag te wachten. Cliffhanger, CDA gooit de reddingsboei uit naar Omtzigt. Nou, dan denk je... Dat was wel interessant geweest, want ik hoopte daar wel op. Want die versnippering is niet goed. En het zou wel mooi zijn geweest als Pieter Omtzigt gewoon met het CDA 46 zetels had gehaald. Nee, man. En dan lekker de premier had geleverd. Nee, we moeten kartelpartijen breken, man. Als we een unieke kans hebben om een kartelpartij te breken, dus een van de vier partijen die burgemeesters levert aan het hele land zonder ergens stemmen binnen te halen. Ja, als er een kans is om een kartelpartij te breken, moeten we die pakken. Laten we het CDA decimeren, dan vind ik het niet erg als hij al hun stemmers neemt en een nieuwe partij erbij opricht. Maar dan heb je tenminste dat kartelelement heb je een beetje eruit gehaald, niet helemaal. Ja, en hij heeft natuurlijk de kans om gewoon echt goede mensen te selecteren. Terwijl bij het CDA, net als bij de VVD en D66, is het natuurlijk zo dat als jij 20 jaar gefolderd hebt, maakt het niet uit hoe stupide je bent, maar dan krijg je gewoon een plek op de lijst. Dus, dus het is allemaal loyaliteit boven kwaliteit. Ik ben blij dat hij in ieder geval niet teruggaat. Dat heeft hij wel aangegeven. Hij stuurde een tweet. De deur is dicht naar het CDA, maar ik werk wel met andere partijen samen. Nou ja, dat geeft in ieder geval de impressie dat hij niet gaat zeggen, ik stop ermee. Nee. Wilde suggestie, maar ik denk het niet. En wat denk je? Dus ik denk dat hij met de eigen lijst gaat meedoen. Dat lijkt me dan nu de enige. En heeft hij gezegd wanneer? Nee. Dat niet. Dus we blijven in afwachting, maar jij bent al om zich moe. Nou, ik vind het hangt zo lang boven de markt. Ik zou het fijn vinden als we duidelijkheid hebben. Weet je wat? Ik vind het een goed politicus. Beetje links. Hij is wel links. Economisch gezien. Ja, economisch links. Maar wel een dossiertijger, iemand die de overheid aanpakt als... Maar goed, jij wil het CDA breken. Ik denk van, laten we gewoon... een paar stabiele partijen hebben. Kijk, de VVD verliest zijn stabiliteit nu Rutte weg is. D66, daar blijft niks van over. Ik vind het een beetje stil rond Jezus eigenlijk. Sinds die aankondiging. Ze heeft wel een of ander dom filmpje gemaakt. Waarin ze niks zei, maar... Het is een beetje stil de laatste twee weken. Ook geen tegenkandidaat. Opvallend. Nou ja, Noord-Koreaanse toestanden. Je had het over de markt hangen van Omtzigt. Nou, BBB... hangt ook nog boven de markt. En zo zie je wel hoe slim de move van Rutte was. Om eigenlijk te breken op het moment dat zijn opponenten nog niet helemaal alles op orde hadden. Want Omtzigt gaat nu wat eind augustus misschien aankondigen wat hij gaat doen. En BBB had dus eerst gezegd, we komen met een premierskandidaat. Misschien is het Omtzigt wel. Daarna werd het, we moeten er nog even over denken. Dat komt dan na de zomer. Ja, dat komt niet heel stabiel over voor de kiezer. Er wordt gefluisterd dat het Mona Keizer is. Ik kan me dat niet voorstellen. Nou, ik denk... Als premierskandidaat. Nee. Nou, nee, weet je, ik vind Caroline echt een leuke vrouw. Maar ik vind, als jij lijsttrekker bent, dan ben je ook premierskandidaat. Dan moet je ook... Marianne Zwageman heeft daar een leuke column over geschreven. Die heeft gezegd, kom op, hè, vliegenangst. En dat je geen hakken aan wil naar het buitenland, dat slaat helemaal nergens op. Dan doe je gewoon van die laarzen heeft ze altijd aan, zonder hakken. Nou, prima. Maar dan word je gewoon de premier. Put your money where your mouth is. Ja, ik vind het wel een... goede case. Ik twijfel. Aan de ene kant waardeer ik wel haar authenticiteit. Absoluut. Als het, we gaan ervan uit, helemaal oprecht is en niet een politiek spelletje. Als zij zegt van, ik weet niet of ik me daar zo prettig bij voel, bij die positie, alles wat erbij komt kijken. Ik wil me liever richten op dingen in het binnenland. Ik vind dat op zich wel... het land staat in brand. Mark Rutte is een erfenis, is... Een verzameling van 10 verschillende crisis. Hè? De woningcrisis, asielcrisis. Nou, ik wil ze niet allemaal meer opnoemen. Maar alles is een crisis. Nou, dan hebben we een partij, BBB, die heel veel stemmen gaat halen. En dan zeg je, ik wil gewoon in de Kamer blijven en fractievoorzitter blijven van misschien dan 20 zetels.
Dus ik zeg, nou weet je, als het land zo in brand staat, kom op. Ja, dus ga het dan zelf doen. Oké, okay, ja, als spindokter zou ik het inderdaad niet adviseren. Want ik denk, tot nu toe is het nog nooit gelukt. We hebben in Nederland een paar keer een poging gezien van mensen die zeiden, als ik de grootste word, word ik geen premier. Met Wouter Bos was er een flirt met die Sterkenburg. Maar uiteindelijk is Bos toen niet de grootste geworden. Nee, er was voor mij een keer eerder, toen ze ook niet de grootste werden, toen werd Cohen genoemd als eventuele premierskandidaat, maar toen werden ze ook niet de grootste. Dus nee, het is een paar keer in Nederland geprobeerd. Het idee van, je stemt op mij, maar je krijgt een ander ervoor terug. Maar tot nu toe heeft het nog nooit gewerkt dat daarmee een partij de grootste is geworden. Dus, maar het is toch ook een zwaktebod? Behalve als die kandidaat echt geweldig is. Dan zou ik hem misschien nog... Oké, maar noem jij dan één geweldige kandidaat die BBB naar voren kan schuiven? Maar waarvan je echt zegt, nou, als dat het wordt, dan... Nou ja, laten we zeggen, als het Omtzigt was geweest, had ik het misschien wel kunnen begrijpen. Of Mark Rutte zelf. Nou ja, dat denk ik dus. Nou, het wordt gefluisterd in de wandelgangen. Nee, die moet je ophouden. Nu ben je echt juice aan het verspreiden. Volgens mij was het de Speld die dat had bedacht. Nieuwspaal, volgens mij, ja. Ja, nee, we hebben natuurlijk nog ook een groot nieuws. Dat heeft in alle kranten gestaan, ook op het NOS-journaal. Misschien moeten we daar eerst even naar gaan kijken. Dat is het filmpje van Hans Smolders. Tweede Kamerlid Hans Smolders van de groep Van Haga verlaat de politiek na de verkiezingen. Hij is het 16e Kamerlid dat na de val van het kabinet laat weten niet terug te willen keren. Smolders zegt te stoppen vanwege gezondheidsklachten. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn. Hij werd later Kamerlid voor de LPF en voor Forum voor Democratie. Maar Smolders scheidde zich 2 jaar geleden samen met Wibberen van Haga af. Van Haga zelf heeft dit weekend laten weten door te willen als lijsttrekker voor zijn partij BVNL. Ja, op het NOS-journaal. Hans neemt afscheid. Het is natuurlijk echt best wel een moment, hè, dat Hans Smolders uit de politiek gaat. Even de laatste van de Fortuyn-generatie, kan je zeggen. Nou, de erfenis van Fortuyn, die kleeft aan hem. Hij was erbij toen Pim Fortuyn werd doodgeschoten. Ja, hij was er niet alleen bij. Hij ging achter iemand aan die net Pim Fortuyn heeft neergeschoten. Ja, ik bedoel, precies. De moed, de adrenaline om op dat moment achter een active shooter aan te gaan. Onvoorstelbaar. Hè? Onvoorstelbaar. Maar ook daarna, dus dat je gaat van chauffeur van Pim Fortuyn naar de grootste politicus van Tilburg. Tilburg, ja, de grootste partij. De grootste partij van Tilburg. De Tweede Kamer inkomt. En natuurlijk heeft hij nu last van gezondheid. Dus hij heeft longkanker gehad en heeft hij 4 keer een enorme operatie gehad. Dus hij is daarvan aan het herstellen. Hij wordt steeds sterker. Hij blijft ook actief voor het Belang van Nederland. Hij is nu natuurlijk de voorzitter van de selectiecommissie. Dus hij stelt de lijst op, de conceptlijst. Hè, want die moet natuurlijk aan het bestuur worden aangeboden. En het bestuur gaat dat in de ALV voorleggen aan de leden. Want de leden gaan uiteindelijk over de lijst. Maar het is echt fantastisch dat hij ook op de lijst gaat staan als lijstduwer. He, dus ik hoop ook dat mensen sympathie gaan betuigen aan Hans. En op hem stemmen, he, als hij lijstduwer is. En wat heel veel mensen ook niet weten, is dat hij natuurlijk een oud-international was. He, dus een, welke sport? IJshockey. IJshockey? Wist je dat niet? Nee, ik wist niet dat hij een IJshockey... De Tilburg Trappers. Ik heb nog nooit van de Tilburg Trappers gehoord. Nee, serieus. Nee, wat? Echt vet, oké. Okay. Ja, nee, maar jij doet net stoer dat je gaat boksen met die sidekick van Jan Roos. Maar hier heb je het echt over een topsporter. Wauw, ja, ik had geen idee dat Nederland überhaupt ijshockey zo goed was. Dat we, dat waren natuurlijk een nationaal team, maar je ziet hoeveel die uit hebben gehaald. Nou, samen met Ferry de Kok, volgens mij. Ja, weet je ook niet wie dat is. Ik weet ook niet wie dat is. Ferry de Kok, nee. Ferry. Nou, dan moet je straks even gaan googlen. Nou, oké. Hij heeft nu een... hij is fotograaf nu. En zijn bedrijf heet I Shoot People. Oké, okay. Ja, nee. Dat is een referentie naar een ander verleden dat hij heeft. Maar Hans die heeft een ongelofelijke carrière achter de rug. En ja, het blijft een heel moment. Maar goed, dat... Ja, nogmaals, stem op Hans als je kan. En dat verdient hij. En ik geloof dat de vorige keer dat hij op de lijst stond, had hij 15.000 stemmen of zo. Stond hij ook ergens onderaan. Dus, en Hans gaat dus bepalen of Jan Roos op de lijst komt. Of,
Wil je daar niks over kwijt? Daar kan ik niks over zeggen. Okay. Nee, maar volgens mij zei Jeroen Roos zelf dat hij door meerdere partijen benaderd is. Met zetels in de Kamer. Met zetels in de Kamer, oké. Okay. Ja, dus niet code oranje en nee, 50 nee. plus. En, maar in ieder geval, ik kan er niks over zeggen. Ja, laten we het daar maar bij houden. Ja, ik laat het maar kijken. Hans Smolders gaat erover en ik niet. Ja, dan hebben we nog een scoop. Groot nieuws. Ja, groot nieuws. Kijk, we hebben zojuist de aflevering van Oranje Zomer gezien. En wat blijkt? Het grote politieke zwaargewicht, Henk Krol, sluit zich aan bij Belang van Nederland en staat op nummer 2. Wat vind je ervan? Ik had het niet verwacht. Ik vind het echt een grote premier. Ja, nee, ja, dat is ook een pluim op de hoed van Hans Smolders natuurlijk. Hè? Want ze kennen elkaar, er is gesprekken geweest. Maar kijk, Henk Krol is natuurlijk een politiek zwaargewicht. Heeft 2 periodes, is hij lijsttrekker of fractievoorzitter geweest van 50PLUS. Hij heeft 50PLUS eigenlijk groot gemaakt en in... Ja, gewoon absoluut. Een merk gemaakt, dan kan je absoluut. En ze stonden op een gegeven moment op 10 zetels. En ja, toen de sky was the limit. Ja, ik weet niet wat er toen is gebeurd, maar uiteindelijk heeft ze toen afgesplitst. Er was interne strijd in de partij inderdaad, ja. Ja, altijd zonde. Toen heeft hij nog met Femke Merel van Cote Aris en Henk Otte nog iets geprobeerd. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Maar hij was wel de eerste overigens die in de coronatijd het Build Back Better verhaal op de kaart zette. Hij was de eerste... Want kijk, ik was een van de eersten die vraagtekens stelde bij de nevenschade en de zin van de lockdowns en de avondklok en dat was al die bullshit. Maar Henk was toen de eerste en ik twijfelde toen nog. Maar achteraf zie je dat het plaatje ontstaan. Hè? Maar hij was de eerste die vraag stelde over Build Back Better en het World Economic Forum. En misschien is het toch goed om even dat filmpje te bekijken waarin hij dat debat aanvraagt. Ja. Mevrouw de voorzitter, internationale wereldleiders hoor je we steeds vaker zeggen Build Back Better. En Biden, Trudeau, Johnson, Clinton die roepen dat. Onze eigen Nederlandse minister-president roept dat internationaal ook. Hier in huis heb ik hem 2 keer gevraagd om dat eens een keer nader toe te lichten. Dan zegt hij alleen maar dat hij het na de coronacrisis beter wil doen. Dat is toch gek voor iemand die hier 10 jaar zit. Ik zou graag een uitgebreide brief willen waarin hij zegt wat hij daar precies mee bedoelt. En hoe dat zit in relatie met de Great Reset van Klaus Schwab van het World Economic Forum. Dus graag een brief en dan sluitend een debat over de oorsprong, de betekenis en de consequenties van Build Back Better. Geen steun, want volgens mij hebben we wel over een poosje een AO over VN en alles wat... Geen steun, voorzitter. Geen steun. Geen steun. De heer Kerstens namens de PvdA. Ik doe ook de korte samenvatting, voorzitter. Geen steun. En geen steun voor dit verzoek. Ja, dank u wel, voorzitter. Wel steun voor de brief. Ik ben er ook wel benieuwd naar, maar geen steun voor het debat. Oké. Okay. Mevrouw Agema, PVV. Steun voor een brief. Ik steun deze debataanvraag van harte. Ik ben ook heel benieuwd naar de brief. Ik doe dit niet goed. Ik steun het debat niet. Maar ik wou graag wel, als er toch een brief komt, ook wel een reactie van het kabinet op het 2e rapport van de SER. Voor de dieren. Voorzitter, dit is eigenlijk een klimaatdebat, wat we in de vorige aanvraag ook al steunde, dus deze ook. Dank goed. Ja. Nou. Wel een brief, neem ik aan. En ik mag hopen dat hij een beetje op tijd komt. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel, meneer Krol. Ja, dat is toch wel tekenend, hè? Kijk, nu heb je hele volksstammen die zich afvragen waarom cashgeld wordt afgeschaft. Waarom we alles moeten gaan delen. Waarom zo'n supranationale organisatie zoveel geld moet krijgen van ons. En waarom Mark Rutte young global leader is al jarenlang. En ons land, Nederland, een gidsland heeft gemaakt voor al dit soort rare dingen zoals een coronatoegangsbewijs en het digitale euro en het central bank digital currency en het monitoren van Nederlanders bij transacties boven de 100 euro. Maar Henk Krol, die was dus de allereerste in de Tweede Kamer, die zei van jongens, we moeten hier mee oppassen en ik wil er een debat over. BVNL is een partij van pioniers, mensen. Absoluut. Ja, en natuurlijk wat hij nu op een fenomenale manier heeft gedaan, want hij is natuurlijk de man die zich altijd heeft ingezet voor de ouderen. Daarom zat hij ook bij 50PLUS. En hij heeft natuurlijk die pensioenstichting nu opgezet. En volgens mij heb ik daar de vorige keer een fout mee gemaakt. Want toen zei ik 120.000 mensen. Maar er zijn 300.000 mensen die zich bij hem hebben aangesloten. En die vinden dat die ouderwetse gekunstelde lage rekenrente, dat die gewoon fout was. En dat ze gewoon de rendementen die ze hebben
gemaakt, dat ze die hadden moeten doorrekenen. En daardoor zijn heel veel pensioenen niet geïndexeerd. En daardoor is er nou, in potentie 137 miljard schade. En ik neem aan dat Henk Krol die strijd dan ook in de Kamer gaat doorzetten. Absoluut. Kijk, en dat voor is die mooie. Mensen hun recht te halen. Als Henk Krol in de Kamer komt, dan gaat hij natuurlijk voor die ouderen ervoor zorgen dat hun pensioenschade wordt opgelost. Dat die 137 miljard gewoon wordt uitgekeerd. En dat zou volledig terecht zijn, want het is gewoon een foefje waardoor al die mensen heel veel pensioen zijn misgelopen. Dus ja, wij zijn ontzettend blij dat Henk zich bij ons heeft aangesloten. Een grote vis gevangen, Wieberen. Nou, de eerste twee van de conceptlijst zijn nu bekend. Ja. Die wordt natuurlijk op de ALV van BVNL moet die nog worden goedgekeurd door de leden. 2 september is de ALV. Maar ja, ik denk dat vriend en vijand erover eens is dat Henk Krol op de lijst, op nummer 2, dat echt fantastisch is. Wauw. Ja, nee, hele goede move. Ja, echt bijzonder. Dan gaan we nog even door naar de kijkersvragen en de reacties. Had je er veel? Ja, laten we kijken, we hadden er wel veel, hoor. Ja, 25.000 kijkers, dan krijg je toch wel wat reacties. We kregen een leuke kijkersvraag binnen over wat er met Nigel Farage is gebeurd in Engeland. Ik zal het even uitleggen. Mm. Hij had dus een rekening bij een prominente bank, Couch. Mm. En toen werd die rekening opgezegd. Eerst werd er gezegd, je had niet genoeg geld op die rekening staan, want je moet meer dan 1 miljoen hebben of zo. Okay. Daarna werd het weer ontkend door die directeur. Toen is er weer iemand moeten opstappen. Maar het gaat er dus meer om, als ze dit kunnen doen met iemand van de status van Nigel Farage, ik bedoel de man die Brexit tot stand heeft weten te brengen, zou je kunnen zeggen. Ja, wat is het dan dat ons dat de normale burger hiervan kan beschermen? En hoe zit het in Nederland? Mogen banken dat zomaar doen? We hebben in Canada gezien dat de overheid gewoon de rekeningen van demonstranten, hè, van de truckers, blokkeerde. En je ziet het hier in Nederland ook gebeuren. Ik kan al nauwelijks een rekening meer openen. Het is dat ABN AMRO mee goed gezind is. Maar bij andere banken krijg ik geen rekening meer. En wat is dan hun argument? Nou, de WWFT, hè, de Wet op Witwassen en Financiering van Terrorisme. En daardoor moet je allerlei bureaucratische handelingen moet je verrichten. En dat is voor die banken allemaal lastig. En zeker als je dan een politically exposed person bent, hè, een PEP. Nou, dan moet iedereen tot in de tweede graad van jouw familie moet dan zich ook helemaal kenbaar maken. Dus mijn broer en mijn zus en mijn ouders, die moesten allemaal dingen gaan overleggen. Omdat jij Ja. Nou, of als je gemeenteraadslid bent. Ja, oké. Als je politiek actief bent, dan ben je een PEP. En dan is je hele familie de lul. En jij zelf ook, want geen bank wil zich daar dan meer aan branden. Maar dit heeft meer met echt cancelen te maken. Want volgens mij is Nigel Farage geen politicus meer. En Groot-Brittannië zit niet in de EU, dus volgens mij. Maar ja, is de boodschap misschien niet misschien dat sommige mensen erin lazen van, hey, kijk, als zo'n grote bank dit doet met Farage, het eigenlijk een signaal naar de rest van ons van, denk niet dat we jullie niet kunnen pakken, want we hebben een van die grote jongens gepakt. Of vind je dat complotdenkerig? Nou, ik weet het niet. Ik denk dat heel veel van die banken, die daar zit een soort woke sausje overheen. En de grote jongens en meisjes in de top, die zijn blijkbaar ervan overtuigd dat die wokeness, dat die overal in door moet klinken. Dus er wordt alleen maar gefinancierd als je ook die hele SDG-ellende meeneemt en al die World Economic Forum onzin daarin past. Hè. Dus ja, daar worden gewoon eisen aan gesteld. En dat geldt ook voor de pensioenfondsen. Hè. Die mogen niet meer in wapens investeren, niet meer in sigaretten, weet ik veel. Dat soort dingen. En die banken zijn er actief mee bezig. Dus ik denk dat er een hele grote verlinksing aan het optreden is in die. Ja, het is niet echt het bedrijfsleven. Het is een semi-overheidsinstelling. Ja, want die banken zijn natuurlijk niet echt meer bedrijven. Die zijn zo groot, daar werken ook semi de oplossing hiervoor is in principe niet een overheidsverbod of edict, denk ik. Ik denk dat als er nu een bank zou zijn die zou zeggen, hey, wij kijken daar niet naar, wij kijken alleen naar inderdaad kredietrisico en gewoon dat soort hele normale zaken waar banken naar horen te kijken. Mm-hmm. Dat zou ook weer eventueel een markt kunnen zijn. Dus ik vind het, ik ben er tegen, maar ik zie dit niet als iets waar de staat zou hoeven in te grijpen, zolang de markt vrij genoeg is dat er een concurrent het hem wel kan aanbieden. Dus
Ja, dat is een beetje hoe ik erin sta. Nee, maar ik sta daar precies hetzelfde in. Je hebt helemaal gelijk. Alleen als de EU allerlei enorme beknellende regels uitvaardigt... Dan is het anders. Dan kan een nieuwe bank niets anders doen dan ook zo'n bankrekening te weigeren. Want ja, je moet voldoen aan al die ellende. Oké, maar we houden daar wel de vinger aan de pols. Dat het in Nederland niet gebeurt. We zijn er tegen. En uiteindelijk moet je natuurlijk binnen Europa... En dat had Mark Rutte natuurlijk moeten doen. Moet je gewoon natuurlijk met je vuist op tafel slaan van... jongens, we willen deze bullshit niet. Een bank moet gewoon een bedrijf zijn. En die moet een risico-inschatting maken. En als die risico-inschatting safe is... Dan wordt een lening verstrekt en een bankrekening. En als het een keer fout gaat, dan gaat zo'n bank failliet. Jammer, en dan is iedereen weer geld krijgen. Ik vind ook nog wel dat een bank een politiek statement mag maken. Alleen... Het is hun eigen risico wat ze daarmee lopen. Dan moet je wel naar een andere bank toe kunnen. Ja, als dus... je zegt van nou, ik wil niet verplicht worden allerlei gender bullshit te financieren. Nee, dan ga ik naar de ABN AMRO of naar de Rabobank. Trouwens, het gebeurt ook bij de boeren. Hè. Heel veel boeren die hebben een groot probleem nu met de financiering. Met hun financiering. Omdat de Rabobank opeens een topman heeft gekregen. Die ook een beetje een klimaatgekkie is geworden. Hè? Die klap van de molen heeft gehad. Ja, religieuze obsessie met het klimaat. En dan krijg je opeens dat financieringen daaraan getoetst worden. En dat boeren ook al door die hele stikstofdwaling... geen financiering meer kunnen krijgen. En dan kan iedereen roepen... we gaan ze niet gedwongen uitkopen. Nee, als je financiering wordt ingetrokken... dan sta je vooraan om vrijwillig uitgekocht te worden. Dus dit is wel degelijk iets wat we nu zien opkomen. Dat er steeds meer politieke eisen worden gesteld door banken... of rekening wordt gehouden met absoluut, politieke positionering van individuen of groepen. En hopelijk is er dan een ruimte in de markt voor misschien een bank om te zeggen... dat doen we juist niet. We kijken alleen naar wat je kan betalen en wat je niet kan betalen. En op basis daarvan krijg je wel of geen creditcard of wel of geen lening. Dat lijkt mij voor heel veel mensen de ideale situatie. Ja, dan ga ik nog... Krijg jij nog een creditcard? Jawel hoor. Ja? Ik heb er wel eentje. Niet al te hoge limiet, maar ik heb er We hebben net met BVNL geprobeerd een creditcard aan te vragen. En dat heeft een jaar geduurd. We moesten door alle hoepels springen. Ik wilde niet denken. Laatste ding. Ik ga nog even een promotie doen voor mezelf. Ik ben bezig met een stukje voor de site van Ongehoord Nederland. Daarin beschrijf ik waarom Nederland en Suriname intensiever moeten samenwerken. Hoe de beide landen elkaar kunnen helpen. En hoe het gewoon in ons eigen belang is voor Nederland om dit te doen. Dus hopelijk komt het deze week op hun website. Ik zal het natuurlijk op mijn eigen social media nog wel delen. Het heet nu Nederland en Suriname zijn tot elkaar veroordeeld. Maar misschien klinkt dat net iets te negatief, dus ik broed nog op een nieuwe titel. Ja, maar dat is de werktitel. Het moet een beetje positief zijn. Hè? We zijn de oplossingenpartij. En je gaat ook een reis naar Suriname organiseren. Maar dan moeten we natuurlijk even kijken hoe dat met de verkiezingen... Ja. Maar dat moeten we dan net na de verkiezingen doen. Die reis was al in de planning voordat Mark Rutte besloten met het kabinet te breken. Dus daardoor is alles nu losse schroeven. Maar wij gaan naar Suriname. Ik breng jou naar Suriname. Ja. Dat is mijn belofte. En hier op camera. En donderdag zit jij bij Weltschmerz, toch? Dan zit ik bij de tafel van Vestali. Ja. Weet nog niet over welk onderwerp, maar daar zal ik ook natuurlijk van mijn beste beentje voortzetten. Ik ga me echt afvragen, als jij toevallig ergens wordt aangenomen, hoe jij de tijd gaat vinden om daar op je werk te verschijnen met al die dingen die je doet. Nou, ik ga gewoon 4 dagen in de week naar kampen. Je bent natuurlijk de nieuwe generatie. Hè? Ja, nee, precies. Ik doe het allemaal. Ja, gewoon, wat is het, 32 uur werken? Deze baan is op kantoor. Oké. Nou mensen, ik denk dat we ermee moeten stoppen. Nee, dit is aflevering 9 van Boven het Maaiveld. Like de video, goed voor het algoritme. Laat een reactie achter. Deel hem helemaal als je wil, op je sociale media en met je vrienden. We willen dat de show richting de 50.000 gaat. Ja, we hebben nu de 25.000 mijlpaal gehaald. We gaan nu voor 50.000. Maak dit het grootste libertarische, pro-kapitalistische Nederlandse YouTube-kanaal. En gun ons dat. Weet je, wij gunnen jullie heel veel. Gun ons dat. Ja, en als je nog geen lid bent, word dan even lid. Want 25.000 mensen die kijken, is allemaal prima. Maar we hebben nog niet eens 7.000 leden. Het 7000ste lid krijgt een fles Droomstap, ongesponsord. Gesponsord door mij, want ik heb hem gewoon privé gekocht. Dus maak je geen zorgen, er zit geen strijdig belang in. We zijn niet corrupt, we worden niet omgekocht door Droomstap, totaal niet. En
Ja, volgende week hebben we geen podcast, denk ik. Hè? Dus we gaan even twee weken gaan we eruit, denk ik. Ja, we nemen even een korte pauze. Ja, jij moet even rust hebben. Ja, nee, het was allemaal zo zwaar dit jaar. Ja. even wachten op wat Dennis Schouten zegt, want misschien moet ik de gym in. Ja, maar dan moet ik je gaan trainen. Ja, precies. Nou, moeten we Alistair overheen moeten we even inhuren. We gaan de Animal Flow oefenen. Precies. En bedankt voor het kijken. En we zien jullie over een paar weken met aflevering 10. Maar tot nu toe, bedankt voor alle steun in de eerste maanden van de podcast. Bedankt voor iedereen die heeft gekeken. Verspreid en deel het, like het. En help ons naar 50.000. Precies. Kijkers. Wij blijven vechten voor uw vrijheid. En dus geen Build Back Better, maar Nederland voorop en vooruit. Tot de volgende keer.